Hey, want uh, we zijn ook in, uh, in contact gekomen, hè? Je, je bedrijf heet U-Link. Ja, U-Link.me. Ja, u Ja, maar je hebt niet eens een website. Ja, ik dus een beetje, dat vind yeah. ik wel heel vet, dat is een beetje practice what you preach verhaal. Je zegt ook, oh, ik heb helemaal geen website nodig om een bedrijf te hebben, om mijn business te doen, yeah. maar mijn business is gewoon freaking slim ingericht. Wat ik voor mijn klanten doe, doe ik zelf ook. Yeah. Um, ja, dat vind, dat vind ik heel inspirerend, maar... Ja, zeker, dat, uh, dat, dat. ja. Ja, en dan toch al in de korte tijd toch al voor 70 klanten werken. Ja. Uh, uh, zonder website <laughs> <Ja>. <laughs> eigenlijk en je bent ook van plan voor die eerste website te maken want je wilt dit gewoon doortrekken of hoe moet ik het zien? Ja nee zeker. Uh, ja. Uh, nee, ik heb, misschien is het ook wel een beetje, nou niet te vergelijken maar met affiliate marketing. Je, je hebt zelf werk je natuurlijk ook op de marketplaces. Ja. Uh, hoef je ook niet altijd een website voor te hebben uiteindelijk zeg maar. Uh, dus uh, tenminste, denk ik. nee, hè? nee Klopt, correct. Je kan zo, ja, whatever. Je kan 100 miljoen plus doen op de marketplaces als je wilt. Yeah. En omzet zonder dat je een website hebt. Ja, yeah, yeah. exact. En uh, het is niet precies hetzelfde, maar ik denk dat de, 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 het idee is wel hetzelfde: dat je een website hebt, is, wordt altijd gezien als iets noodzakelijk. Van waarom heb je geen website? Ik heb ook wel eens een poll op LinkedIn gezet van waarom moet ik eigenlijk een website hebben? Oh ja. hey, om mijn producten uit te leggen of mijn diensten uit te leggen. Of om te converteren, ja. hey, om leads binnen te, te krijgen. Ja, ja. Of omdat het maar moet. Ja, ja. Dat ja. kan ook. Ja, 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 omdat, omdat iedereen het heeft. Ja. Dan krijg je een beetje ja. schapengedrag. Ja, ja, iedereen precies. heeft een website, dus ja. doe wij het ook maar. Ja. Ja. <laughs> dus, en de meningen zijn er ook heel erg over verdeeld. Dus heel veel mensen zeggen tegen mij, en ik zal er ongetwijfeld ook leads mee verliezen. Hè. Dat zou best wel kunnen. Uh, wat dat betreft, we hebben, we hebben wel een formulier op de website. Dus hè, we kunnen wel een klein beetje converteren en kijken wat er gebeurt. Maar we hebben, we hebben best wel heel veel bezoek op de website, dus we verliezen daar vast ook wel wat mee. Maar het is ook wel een stukje visie inderdaad. Uh, en sommige mensen die zeggen van ja, uh, 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 ik vind niks en uh, waarom doe je dat? En uh, een beetje raar. Maar er zijn ook mensen, net als jij, die zeggen, oh, vind ik eigenlijk wel vet, ja. dat dat gewoon kan. Ja. Het is toch wel vernieuwend en past ook, hè? We, zijn, we willen wel disruptive zijn, we ja. willen echt anders zijn. Ook in onze eigen recruitment, in onze eigen sales, in, uh, maar ook dus in, in, in wat we uitstralen. Ja, en uh, we hebben wel een marketeer gewoon die daar echt uh, naar nou, niet fulltime maar parttime op zit. Ja, en ons daarbij helpt en adviseert, en we zijn daar wel echt mee bezig. Ja. Um, en dat is gewoon nog niet klaar. Ja, ja cool. Ja. Nou ja, het enige waar ik zelf benieuwd naar zou zijn, is ik een, 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 uh, met een bedrijf, zaken die geen website heeft, van hey, wat zijn de resultaten van je klanten? En, en is het, ja laat ik zeggen, te vertrouwen? Dus dit, je moet ja. op een andere manier moet je dat vertrouwen gaan wekken. Ja, zeker. Want je kan niet uh, je adres en allemaal video's van je klanten en allemaal dat soort dingen, ja, je laat het aan de voorkant gewoon niet zien. Dus dat moet je aan de achterkant, als je eenmaal contact hebt met iemand of zo, moet je dat overtuigend weten over te brengen om uiteindelijk die klant over de te trekken. Ja, op een andere manier relaties ja. bouwen. Ja. Ja, maar ja. dat is wel investeren in je relaties gewoon echt. Ja. En dat heeft te maken met communicatie. Dus, ja. uh, dus je, kan, je kan mensen rechtstreeks uh, benaderen ja. en in gesprek voeren met mensen. Ja. En dat is hoe, hoe wij uiteindelijk ook uh, aan onze klanten komen. Ik denk 70% komt via onze eigen uh, nou ja, de CRM activiteiten. Mm -hmm. Uh, onze eigen sales. Mm -hmm. En 30% is via via uiteindelijk natuurlijk ook. Als dus je dat uh, dat wordt steeds groter, uh, hoop ik ook. Van uh, referenties. Ja. van huidige klanten. Ja, ja, ja. ja. En dit het doel, dat is niet meer voor nodig dat je gewoon goed werk levert en dan krijg je vanzelf referenties. Ja.